Ik ben zo'n beetje kriebel in mijn buik. Ik kijk uit naar het eerste leerjaar te gaan. Ik ben een beetje zenuwachtig, omdat er veel meer kindjes zijn. Ik ga gewoon nieuwe kindjes leren kennen. En ja, we gaan daar zo een beetje moeten lezen en schrijven en zo. Wij zijn hier dus samen met elkaar en jullie weten, er zijn kindjes, steek maar eens je vinger op wie naar het eerste leerjaar gaat. Die gaan naar het eerste leerjaar. Ze zijn al eens op bezoek geweest. Ze hebben al eens bij de drie juffen geweest. Hè. Ja, die vinden dat wel spannend. Hè. De vakantie komt eraan en dan na de vakantie komen ze niet meer naar de kleuterklas. Dus die vinden dat wel spannend. Ja, ze zijn er wel mee bezig, maar door de band denk ik toch niet dat ze het al echt bewust weten wat dat gaat zijn in het eerste leerjaar. Ik heb hier een print om zo een beetje het verschil te tonen wat het is om in het kleuterklasje te zitten en in het eerste leerjaar te zijn. Je ziet het aan een kind dat ze dus van alles willen leren. Ze willen zelf iets doen, ze geven zelf al oplossingen. Dat zie je wel, dus dat ze rijp zijn en dat ze eigenlijk beginnen willen altijd maar aan een tafel werken. Ik denk dat de klas er een beetje anders gaat zien. Een bord, tafeltjes en stoeltjes en minder speelgoed gaat zijn. Want het is toch wel een belangrijke dag vandaag. Hè? Onze vriendjes van de derde kleuterklas vorig jaar, die gaan nu naar de eerste leerjaren. Er worden heel veel verwachtingen geuit naar die kinderen toe. Ik denk vaak ook zo'n beetje ja, stress dat er bij die kinderen wel is. Maar ik denk dat het vaak de stress is die ouders hun kind bezorgen van je gaat moeten flink zijn en aan een bank zitten en leren rekenen en lezen. Dat misschien bij de kinderen een beetje voor stress zorgt. Ik denk dat het voor de ouders het moeilijkste is, omdat het altijd een grote stap is. Weten jullie wie ik ben? Ja! Wie? Jutsana! In het begin is het zo dat eigenlijk ieder kind nog heel veel wil spelen. Je ziet dan wel al verschillen van kinderen die altijd maar werkjes willen doen en die je eigenlijk een beetje moet stimuleren van kom aan, kom eens van die bank af en ga spelen. Maar je hebt er ook andersom die eigenlijk een hele dag vragen van wanneer is het speeltijd, wanneer gaan we nog eens vrij spelen. Dat zijn echt die kinderen die nog de echte leerwerkhouding nog niet hebben. Maar bij de meeste kinderen komt dat eigenlijk wel. Wanneer dat we echt beginnen met lezen en rekenen en schrijven, dat gaat eigenlijk heel snel. Ook omdat die kinderen dat echt wel willen. Ze zitten nu in het eerste leerjaar, dus ze willen zo snel mogelijk leren lezen, leren schrijven. Tegen nieuwjaar schrijven ze zelf een nieuwjaarsbrief, kunnen ze die ook zelf lezen. Dus ja, dat is best wel veel voor die kinderen. Door mijn puntensysteempje leren jullie supersnel goed rekenen. Laat uw kind nog altijd kind zijn. Thuis moet het kunnen ravotten, moet het kunnen spelen, moet het eens tv kunnen kijken of wat dan ook. Moet het zich kunnen ontspannen, want hier in de klas moeten ze zich al zoveel concentreren dat thuis niet nodig is om eigenlijk nog en verder te oefenen. Ze krijgen eigenlijk genoeg oefenkansen hier in de klas. Ik vind het leuk dat ik elke woordjes gaan schrijven en lezen. Het leukste vind ik nog altijd spelen. Ik geef in juni eigenlijk kinderen af die kunnen lezen en die kunnen schrijven en die kunnen rekenen. En dus is het altijd wel even wennen om dan op 1 september eigenlijk kleutertjes in de klas te krijgen die helemaal niks van rekenen of lezen afweten, die niks van onze klaswerking afweten. Dus het is zo eventjes terug refreshen eigenlijk en terug starten, maar dat is eigenlijk superleuk.